Hello, อีกเป็นปลา Welcome to the by อร่อยมากไทยสโคเคนมักคลึก Quarter of Leveringen Desert of Leveringen side the quarter variant van de red kamarte recepten Vandaag doen we Kras noodles, slade of in het Thais, jam wunsen What hebben we voor dit gerecht nodig? Gehakte, kanalen, incorrecte kras noodle Zilderlijs, lenteau, verse pepers, tomaat Schalotten, limoen, vissaus en sauger. We gaan eerst het snijwerk doen. De tomaten. Deze snijden we in velen. Als de stukken te groot zijn, snijden ze dan nog een keer door. De schalotten. Eerst de pellen, daarna in dunne plakjes snijden. De selderij. Deze hoeven we alleen grof in stukken te snijden. En we doen hetzelfde met de lenteuil. De verse pepers, eerst platten. Daarna fijn snijden. De limoen snijden we door de helft, daarna persen we het sap eruit. Nu is het snijwerk al klaar en dan kunnen we koken. Verhit de pan met water. Wanneer het heet is, voeg dan eerst de gehakt toe. Blus uit elkaar. Kook tot de gehakt verkleur is. Haal ze dan eruit. En leg het in een kom. Stop daarna de kanalen erin. Wanneer het verkleurd is, haal je deze er ook uit. En stop in dezelfde kom. Al laatste. Voegen we de krasnoedel toe. Deze hoeven we niet lang te koken. Als je het in de pan stopt, haal ze er dan gelijk weer uit en stop in de kom. Nu zijn de voorbereidingen al klaar, dus kunnen we mengen. Stop nu de verse pepers. De suiker, de vissaus en de limoensap in de kom en roer goed door elkaar. Stop daarna de tomaat, de schalotten, de lenteuil en de selderij erin. Roer nog eenmaal, dan is het klaar. Dit gerecht moet snel opgediend worden. Anders zouden de krasnoedels al het vocht op. En dan is het niet lekker. Wil je alles nog een rustig nalezen? Of ging het te snel? Kijk dan op onze website op zoek naar onze lange afleveringen. En vergeet niet om te abonneren voor onze volgende kookles. Is makkelijk.